En de dag dat het gezonken Duits schip de Goslar gelicht wordt, komt steeds dichterbij. Althans, de poging tot het lichten van het schip dat vastzit in de Suriname rivier komt dichterbij. De onderneming Sediba hield vandaag een persconferentie over dit ambitieus project. Ben Toppin, de directeur van het bedrijf, zegt dat een Amerikaanse productiemaatschappij van plan is een documentaire te maken over de Goslar en als onderdeel daarvan wordt het schip gelicht. De bedoeling is dat verschillende lokale instanties gaan samenwerken om de documentaire en het lichten van het schip te realiseren. Hiervoor is ook een businessplan gemaakt. Toppin heeft er sterk geloof in dat dit op diverse vlakken kansen voor Suriname zal bieden. De productiemaatschappij die maakt als zelfstandige productiemaatschappij maken ze films, documentaires voor grote maatschappijen. Om een voorbeeld te geven, in Nederland heb je verschillende tv-zenders. Maar die zenders maken niet hun eigen producties. Het zijn producenten als Joop van den Ende, John de Mol, grote productiemaatschappijen. Die maken eigenlijk programma's en die verkopen ze aan die grote zenders. Zo ook het productieproject van Simon en Webster, dat zijn de mensen met de films. Iemand als Webster heeft meegewerkt aan Pirates of the Caribbean, grote films, speelfilms heeft hij aan meegewerkt. En ze maken documentaires voor verschillende grote netwerken, zoals Discovery Channel, National Geographic en dergelijke. Dus dat was eigenlijk de bedoeling om een docudrama te maken van de Goslar en het aan te bieden aan zo'n netwerk, zodat er echt exposure zou kunnen zijn voor Suriname. Dus niet alleen dat je banen hebt, maar dat je ook exposure, promotie hebt voor Suriname. Dan moet je voorstellen dat als bijvoorbeeld zo'n documentaire wordt uitgezonden via National Geographic of Discovery Channel of wat channels dan ook, dan gaat het de hele wereld over. En dat zijn de miljoenen mensen die dat zien. Want we gaan niet alleen beelden schieten van de Goslar, maar er worden ook beelden geschoten van de rest van Suriname. Dus echt een Suriname promotion. Toppin zegt verder dat er veel tijd wordt gestopt in de voorbereiding, omdat eerst goed moet worden onderzocht wat de impact van het lichten van het schip kan zijn voor de omgeving. Want worden zoveel verhalen van draaikolken, alle soorten dingen. Sommige mensen kwamen zelfs van, misschien zitten er nog bommen in het schip. Niemand weet er eigenlijk wat voor lading dat schip had. Dus er zijn zoveel dingen die nog uitgezocht moeten worden. Dus daar gaat nog heel veel tijd in en daarvoor zijn David en Jonathan gekomen om te kijken van oké, de technische deel te samen met het ministerie van Openbaar Werken, samen met MAS, samen met de overheid om te kijken van hoe of wat. En pas als alles is uitgezocht, dan gaan we naar de volgende fase toe. En wij hadden zoiets van oké, in het verleden hebben we, een tijd geleden hebben we de eerste melding gedaan van wat we gaan doen. En nu hebben we dat we het publiek, pers, bij elke stap die we maken willen informeren van hoe ver het is. Straks komen we namelijk in de fase dat we mensen moeten gaan recruteren, werving en selectie van personeel. Dat is van catering tot security, tot wacht, tot kabelshowers, tot cameramensen, noem maar op. En al die mensen die gaan meewerken aan die productie, die krijgen een certificaat. Dat ze hebben meegewerkt aan zo'n productie, aan zo'n internationale productie. Dat is goed voor je cv. En dat is eigenlijk precies wat we gaan doen. Dat is dus Ben Toppin, directeur van het bedrijf Sediba. De dag dat het gezonken Duitse schip de Goslar gelicht wordt, komt steeds dichterbij. Daarvoor is Sediba onder meer verantwoordelijk.